gaat hard. Welkom bij weer een nieuwe video, jongens. Wat gaan we vandaag doen? Ik ga de drie winnaars bekendmaken van de Masselmeet winactie. Wie wint die 3 keer 10 maaltijden? Een lid van je eigen coach die heeft een fotoshoot gedaan waar ik hem mee geholpen heb. Die ga ik nu ophalen. We gaan scoopen, we gaan trainen. Ik ga van alles uitleggen, dus blijf vooral kijken, jongens. En wat is het ook? Schijt weer! Bah! En daarom haal ik die jongen even op. En ik zie hem al staan, ik zie hem al staan. Jordi! Het is helemaal schijt weer. Stap snel in, jongen. Kom snel in. Oké, Jordi, we zijn bij het scoopplekje. Kom maar even voorin zitten. We gaan even die scoops nemen. Nou, mond open, dan gooien we even 2 spulletjes erin. Hoppatee, die was niet goed hoor. Hoppatee, nog eentje. Moet ik mijn eigen auto nog gaan schoonmaken hier of niet? Gadverdorie, jongens. Ik ga eens even erin hoor. Ik ben niet bang hoor. Ik ben niet bang. Oh. Maar Jordi, jij gaat ook naar al die feesten, hè? Tuurlijk. Ik was bij Verknip, Rotterdam Rave, bij de Queen. Oh, je was hier wel eens overal, ik ook. Ja, joh. Maar jij zegt net, die bijou die ik net aanzet, dat is allemaal oorlog. Maar jij zei ook dat heel veel mensen klaagden dat het allemaal te hard was, hè? Ja, klopt. Hij sloot af natuurlijk. Dus er was heel veel geklaagd. Oh ja, hij draait te hard, hij draait te hard. Tuurlijk draait hij niet te hard. Je gaat naar een hard technofeest, je gaat lijp, je zit helemaal onder de olie. En dan het laatste uurtje komt hij. En dan het laatste kwartiertje gaat hij nog harder, nog harder, nog harder. En dan zeg jij, het gaat hard. Wat wil je nou stom? Niks gaat hard op een hard technofeest. Wat wil je dan? Je wil eigenlijk nog één keer vol gas pieken. En dan pas naar huis. Eerst helemaal tot de piek. En dan ga je pas naar huis. Ik hou ook niet van mensen die een beetje half werk leveren. Ook naar zo'n feest en dan zeggen, ja nee, ik ben nu een beetje moe. En half uur van tevoren al, nou ja, het is wel belletjes geweest. Nee, eerst naar de top van de berg. En dan ga je thuis lekker naar Ik train nu 7 dagen full body. Ik denk dat we maar gaan beginnen even die chest aanpakken. Bankdrukje. Chest, op vrijdag ook meteen. We gaan meteen lekker het weekend in natuurlijk. We gaan vlammen. Jordi, toen jij vorig jaar begon bij mij, wat was jouw PR? Mijn PR was 85 op bankdruk. 85, ja? We gaan vandaag 100 proberen. 1 keer 80. Lekker. Hey, jij bent natuurlijk klant van je eigen coach, het online programma wat ik heb, het online traject. Maar je bent hier eerder geweest, hè? Klopt. Cursus spieropbouw heb ik hier gevolgd. Ik kwam een uitleg gekregen over hoe je de oefeningen het best uit kan voeren. We gingen boven eerst uitleggen, 2-3 uurtjes, van alles behandeld toen. En daarna gingen we hier met z'n allen de hele tent afbreken, scoopen en die bankdruktechniek bespreken. Dit jaar komen er ook weer een aantal evenementen. Ik ben ermee bezig, hou alles in de gaten, want dat zijn wel leuke dingen om bij te zijn, hè? Zeker. Niet alleen om dingen te leren van mij, maar ook om die groep mensen te ontmoeten die ook vaak gewoon die trajecten volgen bij mij. Ja, inderdaad. Het is niet alleen leuk, maar ook gewoon goed voor je kennis. Blijft altijd bij. Ja, jongens, en even serieus. Als je die techniek van die bench leert in je leven, of van squatten en deadliften, het voordeel is, dan weet je het voor de rest van je leven. Ja? Dus als je dan eens een keer stopt met trainen, je kinderen krijgt omdat je een vriendin krijgt die je veel te veel claimt, helemaal kut, allemaal gezeik. Ja, en als je dan weer begint met trainen, weet je precies nog hoe die oefening moet. Dus net als fietsen, dat verleer je nooit. En dan kan je gewoon weer lekker groeien. Nou, en wat ik onder andere heb besproken tijdens de live event hier, is dat je gewoon heel stevig op die bank moet liggen. Ik zeg vorige keer ook in de video gezegd, je kan geen kanon afschieten van een kano. Je moet die voeten stevig in de grond hebben gedrukt om jezelf, in combinatie met die heup en die schouderpositie, waar het gewicht van die stang op drukt, moet je zo compact mogelijk liggen om zoveel mogelijk kracht te kunnen leveren. Zet die voeten stevig in de grond. Let's go, kom op. 1 keer 90. Push! Ik doe nog een keer proberen. Hey jongens, en naast al die trainingstips is het ook heel belangrijk hoe je jezelf mentaal kan oppeppen. En dat is voor elke persoon verschillend. Kijk, ik moet gewoon gefocust zijn. En dat komt van binnen, die interne focus. Ik hoef niet per se heel veel geschreeuw en hard geluid om me heen. Het kan wel helpen, maar het allerbelangrijkste voor mij is dat ik intern gefocust ben. En denk aan de taak die ik moet uitvoeren. Dus je moet voor jezelf bedenken, wat zorgt ervoor dat ik die schijven door het dak heen gooi? Is dat juist boosheid? Door je vriendin die tegen je zeikt, door je schoonouders die vervelend zijn? Of is dat juist blijheid? Goede cijfers die je hebt gehaald, je hebt weer geneukt dit weekend, helemaal top. Kan allebei. Dat moet je voor jezelf uitvinden. En daarna kun je dus kijken, heb ik die interne focus nodig? Of moeten mijn groeimaten mij helemaal kapot schreeuwen in mijn oor met die keiharde setjes? Zoek uit wat voor jou werkt. Thank you.
Jordi pakt net die 90. Gaat niet goed. En nu doet hij hem wel. Hoe kan dat nou? Nou, dat is de kracht van de warming-up. Van voorbereiding en van focus. Zijn lichaam is natuurlijk niet veranderd in 10 minuutjes. Maar dat is heel normaal. Dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel eens meegemaakt. Als dat gebeurt, even stap terug. Eventjes weer denken, oké, wat moet ik doen? Hoe word ik gefocust? Hoe word ik gemotiveerd? En daarna pak je hem weer. En dan gaat het meteen veel beter. Kom op, let's go. 95. Maar je herstelde hem zelfs, hè, tijdens de lift gewoon. Lekker. Je bracht hem meteen iets te hoog, waarschijnlijk iets te ver terug. Dus de stang bewoog iets te ver naar achter. Toen moest hij hem controleren. En daarna drukte hij hem gewoon eigenhandig weer omhoog. Dat is het stukje mentaal, dat je hem toch door wilt drukken. Ja, dat je toch wilt doordrukken inderdaad. Niet opgeven. Ja, je gaat hem niet laten zakken dan. Maar dat is ook puur realistisch, hè. Ik zeg altijd, een PR, dat red je niet met perfecte techniek. Want je hebt het nog nooit gedaan. Ja, dan komt het ook aan inderdaad op dat mentale stuk. Nooit stoppen. Oké, Jordi heeft net 95 gedaan, dat is een PR. Maar we gaan natuurlijk meer proberen. Ja, nu is de vraag, wat ga je nu proberen? Je wil natuurlijk eigenlijk naar die 100 kilo toe. Iedereen wil meer dan 100 kilo benchen in zijn leven. Maar je moet ook realistisch zijn. En een stap van 95 naar 100 kilo lijkt maar klein. Je denkt, ja, 5 kilo, wat is 5 kilo? Maar het is enorm veel. Dat is in meerdere procenten. Dus we gaan nu 97 proberen. Want je wil natuurlijk niet 100 proberen en falen. Terwijl je 97 een PR wel binnen kan halen, ja? Dus let erop, als je een PR wil halen, neem kleine stappen. Want dan groei je veel sneller dan je uiteindelijk alleen maar meer faalt met te grote stappen. Nog even aansluitend op dat mentale aspect van prestatie. Wat je kan doen om die PR te zetten op die bench, is imagery toepassen. Imagery betekent inbeelden. Dus je beeld je in dat je op die bank ligt en die stang dwars door het plafond ramt. Ja, doet letterlijk een stap naar achter. Helikopterview, boom, je ziet jezelf liggen, alsof je een geest bent. Ja, wat dat doet, is het werkt net als een warming-up. Je bereidt het lichaam voor op wat komen gaat. Je gaat alle handelingen na die je moet doen. Dus voeten stevig in de grond ligt, holle rug, schouderbladen maken, stangen stevig beet pakken. Alle handelingen ga je na. Je bereidt je lichaam maximaal voor. En dan ram je ook echt door het plafond. 97 PR. Let's go. Kom, maak je kwaad. Alles eruit, samen met mij. Dat was cardio. Nou, gefeliciteerd. Oké, Jordi, jij hebt lekkere PR gepakt. Jij volgt een full body programma, dus we zijn klaar met bankdrukken. We gaan nu verzwaard optrekken. En jongens, kijk, normaal zeggen we natuurlijk, ga naar buiten, ga lekker flaneren en zo. Maar dat gaan we nu niet doen, want het sneeuwt letterlijk buiten. Dus het mooie is, jij blijft binnen. Het enige wat jij hoeft te doen, is hier naar die gym te gaan, je massa bouwen. En klaar te maken voor die zomer, want over 14 weken al. Is het zomer, dan moet jij er klaar voor zijn. Let's go. Verzwaard optrekken. Warming up set. 3 herhalingen met lichaamsgewicht. Kijk, in deze handvatten, jongens, die hangen niet in elke gym. In bijna geen gym, want ik ben overal geweest. Ik heb ze nergens gezien. Die zorgen ervoor dat die schouder wat vrijer kan bewegen. Is wat prettiger voor je gewricht. Kijk, en wat wel elke gym heeft, is het handvat. En die hang je gewoon hier omheen. Boom. Wie sterk is, moet ook slim zijn. Als je nu al een tijd traint in de gym, kun je waarschijnlijk 8 of 10 keer optrekken met lichaamsgewicht. En dan is het tijd om te verzwaren. Dat doe je ook met alle andere oefeningen in de gym. Dus ook met pull-ups. En zo geeft het lichaam weer een nieuwe groeiimpuls. Geleden vroeg jij mij om jou te helpen voorbereiden op een fotoshoot. En wat heb jij voor strategie gebruikt? Wat heeft jou geholpen met betrekking tot voeding? Nou kijk, ik begon altijd met intermittent fasting. Ja? Tot een uurtje of 12:00, 1:00. Je begon om 12:00 pas met eten, 12:00, 1:00 uur? En dan meestal als lunch had ik iets van een eiwitbron zoals kipfilet, huttekezen, met een koolhydraatbron zoals brood, rijst, wafels. En als avondritueel had ik altijd de bakjes van musselmeat. En voor het slapen gaan had ik nog de magere kwark met eiwitpoeder, zodat je een vast ritueel hebt qua eetmomenten. Ja, dat is een goede tip inderdaad die je daar zelf al geeft. Zorg voor die consistentie, maar ook inderdaad die gewoontes. Dus op vaste tijdstippen eten. Het heeft niks met metabolisme te maken en afvallen aan zich, dat boeit niet. Het gaat erom dat je die vastigheid hebt, diezelfde patronen. Zodat je elke dag gewoon precies weet wat je moet doen. Maar ik laat zo even aan de groeimaat zien wat ik allemaal had. Zodat ze ook meer inspiratie krijgen om te groeien. Precies. En lekker droog te worden. Heel goed, pak hem nog even een setje. Verzwaarde pull-ups.
Waarom wilde jij die fotoshoot zo graag doen? Mij was de belangrijkste reden om gewoon fysiek helemaal tot het gaatje te gaan. En kijken wat ik fysiek kon bereiken. Ja, dus om te laten zien wat jij in je had. Ja, precies. En op je best mogelijke manier uit te zien. Ja, jongens, dus als jij er deze zomer zo goed mogelijk uit wil zien op Gerso, dan moet je niet alleen zorgen voor een laag vetpercentage, maar dan kan je aanvullend ook nog zo'n peak week draaien, waarbij je eerst de koolhydraten zoveel mogelijk uit je spieren haalt en daarna maximaal koolhydraten gaat laden. En dan zie je er dus niet 100% uit, maar 110%. En dat is ook wat bodybuilders doen. Ja, dan sta je perfect op het podium. En jouw podium is daar in Gerso met die senoritas. En hoe dat nou precies in zijn werk gaat, zo'n peak week, zal ik je even uitleggen hier op het bord. Welkom bij het whiteboard. Boom, boom. Grafiek. Over tijd wil je natuurlijk steeds droger worden met hier je peak week. Hier moet je top in shape zijn. Gerso, bruiloft, fotoshoot, hele pakket. In werkelijkheid gaat het natuurlijk nooit zo trouwens. Dat gaat altijd zo, dat afvallen. Maar uiteindelijk zien we die lijn naar beneden. En dan pakken we hem op bij het kruisje. Dit is peak week. Hier moet jij in top shape zijn. Dan heb je hier maandag tot en met zondag. Koolhydraten laden tijdens peak week is eigenlijk iets heel ingewikkelds, maar ik leg het even simpel uit. Je kan zeggen, eerder in de week eet ik alvast aardig wat koolhydraten. Het voordeel is daarvan dat je je shape in de gaten kan houden en dat we kunnen zien hoe het gaat. En op basis daarvan passen we de koolhydratenhoeveelheid die je later in de week eet aan. Vrij geleidelijke aanpak. Je kan ook zeggen, ik eet heel weinig koolhydraten in het begin van de week, maar daarna ga ik 2 tot 3 dagen nadat je dus je glycogeenreserves helemaal hebt uitgeput, heel veel koolhydraten eten. En dan kan het dus zijn dat je makkelijk over die kilo koolhydraten per dag heen gaat. Beide opties en de opties daartussenin kunnen werken. Het is ook een beetje afhankelijk van hoe je dat zelf wil en wat je gewend bent. Maar als wij twee samen die peak week doorlopen, dan bespreken wij dit 1 op 1 afgestemd op jouw persoonlijke situatie. En al deze informatie omtrent die peak week, wat het inhoudt, wat ik voor jou kan doen, staat op mijn website. Dan weet je zeker dat ik je help met hoeveelheid koolhydraten die je moet eten, wanneer je ze moet eten, welke type koolhydraten, eiwit, vet, hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met carb depletion training om al je glycogeen uit je lichaam te krijgen? Het hele pakket krijg jij van mij. Driving home for Christmas. We zijn onderweg naar de supermarkt en dan gaan we even laten zien wat je nou moet eten om knijterdroog te worden. Oké, Jordi, het is goed om even aan de jongens te laten zien wat je nou hebt gegeten in aanloop naar peak week. Nou ja, kijk, we staan hier nu bij de groenten. Dit kan je natuurlijk onbeperkt blijven eten. Hè? Gewoon lekker vol zitten de hele dag, weinig calorieën. Nou, dat is het fundament waar we op bouwen. Gaan we even verder kijken. Nou, Jordi, jij hebt al verteld, jij had in aanloop naar peak week ook kant-en-klare maaltijden van muscle meat, hè? Dat werkt top, maar je kan natuurlijk ook gewoon dat vlees eten. En niet alleen bij het avondeten, maar ook bij lunch of voor het ontbijt. Ik had zelf ook een tijdje lang om droog te worden bij het ontbijt al die magere hamburgers. Ja, en dan voelde het net alsof je eigenlijk aan het snacken bent, terwijl je gewoon helemaal vol zit daarna, vol met eiwit. Dat is helemaal top. Wat kan nog meer werken? Ja, klopt. Kijk, als je er tussendoor een beetje honger hebt, kan je altijd die kipstukjes pakken. Vult goed, genoeg eiwitten. Juist, jongens, wat Jordi al zei, hou het simpel, hou het consistent, vaste tijden. Dat is wel de basis van het succes. Nou, kijk jongens, nog een goed alternatief. Cottage cheese. Gewoon een bakje tussendoor lepelen. Vult goed weer. Ja, dat is dus. Ja, klanten van je eigen coach die de droogtraintrajecten volgen, die weten dat. Dit is ook mijn persoonlijke favoriet. Daar eet ik er gewoon 2 van per keer. Met eigenlijk niks. Je kan er wel volkoren crackers bij eten of boterhammen. Je kan het op een boterham doen. Maakt allemaal niet uit. Als je er niet genoeg smaak aan vindt zitten, dan kun je nog wat kruiden op doen. Ik had dit 2 of 3 keer per dag. Ja, je moet wel gewoon voor dit huismerk kiezen. Met al dat bio gebeuren en met een merkje erop, dat hoeft niet. Dit kost de helft van het geld en dubbel zoveel resultaat. Goeie lekker. Kijk, wat voor mij werkte om droog genoeg te worden voor die peak week, waren deze snacks. Boordevol vezels, 100 calorieën per reep. Ja, kijk, zie jongens, dan heb je meteen 8 gram vezels binnen, een paar gram eiwit. Nou, kijk jongens, dit heb ik nog nooit gegeten, maar het is ook vaak een kwestie van uitproberen. Wat werkt voor jou om droog te worden? En blijkbaar door zo'n reepje zat jij weer vol. Ja. Nou, tip. Hey Jordi, en wat dronk jij zowel om droog genoeg te worden? Nou ja, eigenlijk zodra alles 0% suiker heeft, is het goed. En eigenlijk wil je ook het liefst zoveel mogelijk afwisseling, zodat het niet zo saai wordt. En je moet het ook niet zo moeilijk maken voor jezelf. Als je gewoon verschillende soorten variaties drinkt. Cola Zero, Fanta Zero, al die drankjes, no matter what. Kijk, het is niet de bedoeling dat je al 's ochtends begint met die vruchtensap. En denkt van, ja, dat is wel heel gezond en zo, dat leer je een beetje van je ouders. Maar dat bevat allemaal calorieën die je waarschijnlijk niet wil besteden aan een drankje 's ochtends al. Dus qua drank is het wel aan te raden als je droog genoeg wil worden om water, thee te drinken. Nee, dat is veel te saai, jongens, om die calorieloze frisdrank te drinken en van die blikjes energy drank.
Want die blikjes energiedrank, die zorgen dat die honger verdwijnt. Zeker waar. Kijk jongens, aan het einde van het winkelen moet je langs de vriezer. Dan moet je dat gemixt fruit pakken. Diepvries fruit, dat gooi je in je magere kwark 's avonds. Dat zorgt voor smaak, variatie, veel vezels. En het is goedkoop en veel minder calorieën dan die muesli van jou. Nou Jordi, we hebben nu laten zien wat je zoal hebt gegeten in aanloop, hè, om droog genoeg te worden in aanloop naar die peak week. Als je die peak week bij mij volgt onder begeleiding, dan gaan we samen een Zoom call inplannen. Dat hebben we ook gedaan. Hè? Ja. Daarbij kunnen we één op één bepalen wat de beste strategie is om te volgen voor jou persoonlijk. Wat heb ik jou onder andere aangegeven? Nou ja, kijk, ik kreeg het advies van Maurice om veel koolhydraten. Ik moest 800 tot 1000 gram koolhydraten per dag eten. Dat kan je wel met brood vullen, maar dat vult natuurlijk heel erg. Je pakt gewoon die snoep, je vreet gewoon zo'n zak leeg, dan zit je al heel hoog. Ja, dus Jordi komt al met snoep en dan denk je van snoep, wat heeft, dat is niet gezond, niet clean en zo, maar dat is noodzakelijk. Want heel veel mensen zullen misschien wel meer dan 1 kilo koolhydraten per dag moeten eten tijdens het koolhydratenladen. Dus dan kom je er niet met alleen maar pasta of rijst of aardappelen. Dan is het eigenlijk wel heel erg handig, noodzakelijk, om ook gewoon snoep toe te voegen. Want snoep bestaat vaak puur uit koolhydraten. En je wil eigenlijk ook niet zoveel fructose, geen vruchtensuiker. Je wilt niet alleen maar bananen eten. Dus het werkt juist heel goed om ook snoep te gebruiken om maximaal koolhydraten te laden. Zodat je echt die 110% shape hebt op die foto. Oké Jordi, hartstikke bedankt voor een mooie dag. Wat zou jij nou willen zeggen tegen die jongens die nu zitten te kijken? Nou jongens, wil jij dit resultaat ook? Schrijf je dan in voor dat droogtraintraject. Dan ben jij droog in de zomer, want nu is het moment om te beginnen. Juist jongens, en als jij je nu opgeeft voor het droogtraintraject, dan krijg jij de begeleiding van Peak Week, inclusief 1-op-1 coaching call. En alle informatie die je nodig hebt om knijter droog te worden, er gratis bij. Jongens, nog een paar weken tot de zomer. Gas geven.